Dit is heel vet. Vai, puxa. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, caralho, tá muito perto. Perdeu. Já peidou. Peidou. Olha se ele ganhou. Olha se ele ganhou. São dois caras usados. São dois caras usados. Ô, tem dois, hein. Ô. Peidou, peidou. Peidou. É tu? Vai vir mesmo? Tem coragem? Ô, ai, beijou! Tá viado, porra! Não, 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 não! Assédio? Quer ver me beijar? Het is ook heel goed gefilmd. Zo heel dicht erop. Maar ook echt met een scheidsrechter zie je kijken daar. Ja, ja, ja! Ja, kijk wie. Kijk naar mijn beijzer, ja! Ik wil gewoon heel graag geloven dat dit een Postbus 51 reclame is van Mexico. Ik vind het wel een heel vriendelijk spelletje. Er vallen geen gewonden. Nou, je weet niet hoe het afloopt, maar... Heel goed gedaan. 24 reten. Roze reten. Hij is weer in onze studio en op onze bank, Klaas van der Eerde. Ja! Voor de vierde keer. Dus toch echt wel vriend van de show. Ja, inmiddels wel, hè. We wilden eigenlijk wietsen, maar hier is Klaas! Nee, helemaal niet. Ook meteen weer goed maken. Ball slapping. Dit is Wim Hof een beetje doorgeslagen. Wat is dit, jongens? Waarom gaat dit nou in de min? Ik bedoel, je hoeft het niet met een filmpje eens te zijn of erachter te staan om het toch een plus te geven. Ja, het is wel lekker om een beetje warmte bij de balzak te hebben. Dat is op zich wel dus het is goede tips. Als een vrouwtje er zo staat, dan staat hij wel in de plus. Ja, doe eens voor. Als ik dus in de sportschool ben geweest, dan ben ik even wezen zwemmen. En dan moet ik 3 trappen omhoog naar de kleedkamer. En daar zijn de douches. Maar dan heb ik altijd een hele kleine piemel. Dat klopt inderdaad. Dat na het sporten. Koud is. Nou, na het sporten. Ja. Sowieso vaak na het sporten heb ik ook. Alles zit zo en dan daar is het gewoon in de bescherming. Ja. En dan denk ik wel van, het zou wel goed zijn als hier een soort vlam zou zijn. Ja, dat je even kan warren maken en dan... Krijg je hier nou blauwe ballen van? Ja, nou ik wel. Ik deed net 2 seconden en ik heb nu eigenlijk nog steeds een beetje last. Dierik Ebbing heeft iets gezegd wat zowel linkse als rechtse jongeren leuk vinden. Hij pakt de VVD aan op zo'n manier dat rechts denkt, ja 21 en PVV denkt, ja goed dat je het zegt. Ja, en links ook zegt, ja goed dat je het zegt. Ik heb het dus nog niet gezien. Dus, ik moet zeggen, ik heb hem dus ontmoet. Een paar weken geleden. Nee, jij was er in de uitzending. Ik vroeg hem, ik zie jou over op tv. Helemaal anders. Mediahoer. Mediahoer. Ik vond hem zo'n leuke vent, want ik kende hem niet. Nou, dan moet hij naar Diederik komen ook eens naar Dumper eten. Kijken of hij het ook kan zonder script. Mijn jongens zijn politiek geïnteresseerd. Die hebben nu geleerd in de tijd dat zij politiek geïnteresseerd zijn... dat niets wat je doet consequenties heeft. Dat, je kan alle fouten maken en het heeft geen consequenties. Je blijft rustig zitten. En keer op keer bewijst hij dat. Met de toeslagenaffaire, nu gaat hij het weer doen. Het en dat is toch geen voorbeeld? Dat komt ook omdat niemand sterk genoeg is, blijkbaar. Om dat zo aan te pakken. Nee, het komt volgens mij omdat er een groep Nederlanders van 30 zetels is... die het zo goed hebben in hun leven... en niet zo geïnteresseerd zijn hoe het met anderen gaat... En die 1,8 miljoen mensen, want zoveel heb je er wel nodig voor dat aantal zetels... die stemmen daar gewoon elke keer. Maar ja, het gaat prima, ik ga weer skiën, ik ga weer dit doen, dat kan mij uitschelen. En dat zijn er gewoon nog heel veel. Goed punt. Het is ook zo. Nee. Maar ja, we stemmen er wel weer allemaal op 1,8 miljoen. Dus. Ik heb een goed verhaal. Ik werd dus gebeld door jouw collega, niet door hem, maar door de productie... of ik de dag wilde afsluiten bij Frank Dane met een mop. Weet je wat ik uiteindelijk heb gedaan? Nou, ik heb hem zelf bedacht. Andrijzie. Let op. Nee. Ja. Maar dan voel ik me verplicht om te gaan lachen. Terwijl misschien vind ik hem niet leuk. Dat vind ik wel heel ingewikkeld. Ik heb hem zelf bedacht. Oké. Een Turk. Oh jee. Over racistisch. Ik neem hier afstand van. Een Marokkaan. Ja. Surinamer. Ja, dat mag allemaal niet meer. Een ginger. Ja. En een Hollander. Ah. Gaan vrijdagavond iets leuks doen.
Wat gaan ze doen? Squashen. Naar de voetbal, denk ik. Nee, ze gaan niet squashen, ze gaan ook niet voetballen. Ik weet zelf ook niet wat ze gaan doen, maar ze gaan in ieder geval niet naar Everstars kijken. Je kan alle fouten maken en het heeft geen consequenties. Je blijft rustig zitten. Ik vind het wel vervelend als iemand iets zegt wat zo waar is en waar hij zoveel gelijk in heeft, dat je er niks meer over kunt zeggen. Ik kan er niks meer over zeggen. Behalve goed gedaan, die ja, goed gedaan. Ja. Ik zeg 5 reten. En nou, dat is, ja. Doe je dat niet meer? Doe je dat nog wel? Ja. Goed, ja, echt. Nee, want ik reageer er niet over. Nee, het was zo soepel. Nee, het was zo goed. Nee, het is inmiddels een nieuwe show. Ja. Ja. 5 tieten. Ja, precies. Nee. Je bent toch helemaal gestoord. Dit gaat nooit meer weg. Maar ik vind het wel grappig. Bruh. Maar het kleurverschil aan de zijkant vind ik te groot. Heb je tattoos of niet? Zeker. Ja? Ja. Hele kleintjes. Van zijn ex. Echt? Ja. Waar dan? Ja, hier. En ook hier heb ik een dumperdeetje. Ik heb ook een dumperdeetje. Mijn vrouw doet wel. Die heeft zo'n hier zo. Ja. Romeo. Hier. Heb je okay. Een stoere vrouw? Een stoere vrouw, ja. Cool. En een sukkelige man hoort daar altijd bij. Ja, wat is dat? Waarom is dat? Ja. Ik heb gisteren ook gestofzuigd. Ja. Zij niet. Bij mij komt vanavond de school. Ik heb een gesprek. Ik heb een sollicitatie met de schoonmaker. Ja? Wel lastig om uit te kiezen, maar. Ja, maar je hebt meerdere sollicitatiegesprekken dan? Een Turk, een Surinamer, een Ginger. En een Hollander. Ja. Wie wordt het niet? Ik zeg niks. Oké, wat is dit voor vaag? Lekker vegan worden. Dag dames en heren, vandaag een ander soort video. Geen bedagje video, wat jullie altijd gewend zijn natuurlijk. Ik werd wakker vandaag en ik dacht van... Ik word vegan. Dus melk, dat gaan we niet meer doen. Neem een lekkere sojamelk. Van de boontjes gemaakt, helemaal niet van dieren. Dan moet je die verpakking in zien, joh. 50 gram eiwitten, helemaal goed voor de wereld. En vegan is de toekomst. Wow. Ja, ik wil niet weer racistisch zijn of zo, maar hij heeft nu wel echt spleetogen. Not to be racist or anything, but Asian people. Yo, kijk dit dan. Wat is hier gebeurd? Is dit allergisch? Nee, dit is niet echt. Ja, dit is niet echt. Het lijkt wel alsof hij in zijn gezicht is gestoken, joh. Ik ben echt of een alien of zo. Allergisch voor sojabonen? Oh, wat zie je? Nee. Wat erg. En hij begon nog zo enthousiast. Maar vooral die aan het begin, dat zijn ogen zijn een soort van alsof hij een kont op zijn hoofd heeft. Dikke billen, 5 reten. Oh. Ben je allergisch voor iets of niet? Nee. Ik ben ook niet. Nou ja, hooikoorts. Bomenhooikoorts. Ja. En vegans ben ik ook allergisch voor, moet ik zeggen. Yo, kijk dit dan. Ja, allergisch voor vieze wijven. When you try your best, but you don't succeed. Kijk dit dan. Goed verhaal. Ja. Zelfspot, leuk filmpje, goed gedaan. Hard gelachen. Ja, 5 reken. Zeker 5. Oh god. Nee, toch geen vechtpartijen? Hè? Wie is Snijder? Serieus? Ja, is het echt? Nee. Oh. Ik vind die omstanders best wel cool. Twee dingen. Of je loopt gewoon weg. Je gaat gewoon verder met je dag. En er is helemaal niks aan de hand. Of je wordt opgepakt. Ik ga weg. Ja? Wil je het? Ik ga weg. Misschien dat hij in het begin en tussen het begin en het einde van het filmpje even een paar pilsjes heeft weggewerkt. Maar hij weet mij. Nee, maar ja, jij wil ook toch de spuur gaan naar hem. Ik vind het blauw meneertje wel dapper. Ja. Toch? Is een heel netje in het pak. Ja. Is de enige VVD'er in de tijd. Ja. Oké, niet. Hey, ik zou het nog steeds doen. Ben jij een man in pak met krullend haar en een mooie bril die deze meneer heldhaftig tot stoppen heeft gebracht? Stuur even een bericht naar Savannah, dan komt ze gezellig langs. Of je loopt gewoon weg. Ik vind het echt heldhaftig, want als je tegenwoordig niemand doet echt meer wat. Je gaat gewoon verder met je dag. En er is helemaal niks aan de hand. Ik werd laatst ook omvergelopen. Yes? Station Utrecht. Door een boa. Ja, wat doe je dan, hè? Nou ja, ik niks. Want ik ben mega conflictvermijdend. Oh ja.
Maar mijn vriendin die ging er tegenin. Oh echt? Ja, dat was wel heel schattig. Wat een Imke dan. Meneer, u loopt tegen me aan en nou ligt zijn koffie op de grond. En ik zei, laat maar. Oh, nee. Oh, shit. Play stupid games, win stupid prizes. Oh, mansje. Zie je hoeveel vrouwen daar vooraan staan? Nul. Oh, hoe is het afgelopen met deze man? Weten we dat? Want het... Dood. Maar wat is er mis met gewoon een LED-verlichting of zo? Het publiek denkt, oh ja, gaat mis. Je bent gewoon maar een beetje zo staan. Hier kom je toch voor? Ja, hier hoop je op. Ja. Het is toch een beetje een crash bij de F1. Ja, dat is toch leuk om te zien. Vier brandende reten. Ja, is altijd leuk. Ja, het is altijd leuk. Ja. Hier kan je niks over zeggen, dit is gewoon leuk. Dong. Oh, schatje. Ik doe nog één keertje. Oh. Het zou mij ook kunnen overkomen hoor, dit. Leuk. Dit is ook hoe jongens leren, toch? Ja. Ja, hoofdstoten. Ja, wat moet je doen? Voor je kijken. Oh ja. YouTube-wandeling. Oh boy. Hé, schatje, wil je filmen? Komt-ie. Zitten we in Talkie Town? Komt-ie hoor. Oh, moet die sigaret nog aan? Zo, oh, wat? Top! Dit is een standaard drinker. Wat ben jij uit de bouw met een geschreven kutkind? Ik vind dat Madonna er wel beter uitziet dan de vorige keer. Genoeg internet voor vandaag. Kan ik ook roken? Nee, kan je roken? Godsamme, Danny! Ik hoop dat zij ook gaat stemmen op 15 maart. Twee keer. Ik hoop het niet. Gezien, heb ik het meerdere keer. Nee. Waarom heeft hij maar één sok aan? Nou, hij heeft nu gelukkig nog één sok aan. Want alles gaat uit. Oh. Ja. Piemeliertje zien. Wij hebben heel veel statische energie thuis, sinds ik een nieuwe bank heb. En dan echt elke dag... En dan maak ik ook dit soort geluiden. Komt u bij Sheets en Sofa vandaan? Nee, dat is echt een pauperdent. Oh, dat heeft mijn zus ook echt. Dat is echt voor tokkie, sorry dat ik het zeg. Dat jullie van hier dit filmpje naar Sheets en Sofa's komen, vind ik echt al bizar. Ja. Gisteren in België, nou die reclames daar, die zijn fantastisch. Aldi, knal die champagne! Ja! Het wordt elke week weer extra duidelijk waarom René niet verder komt dan dit klusje. Dat je het zelf nog leuk vindt, is dan weer prijzenswaardig. Bedankt! Dat is echt niet lief! Ik vind het niet confronterend dan. Nee. Dat is wel de waarheid. Nee, het klopt. Ik heb het wel naar mijn zin, weet je wel. Ja. Roy, wat ben je lekker op dreef vandaag? 5 reten, dankjewel, Agent Pidgeotton. Nou, dat is dan wel weer lief. Ja. Die AD-ranglijsten, ook qua friet, waren allemaal corrupt. Die smerige hufters hebben heel het ondernemers kapot gemaakt. Ja, klopt, ja. Toch? Dat was toch werd wel gekocht en zo. Ja. Echt? Ja, daarom zijn ze ook mee gestopt. René lijkt wel erg geobsedeerd door gespierde mannenlichamen. Ja, dus. Gina, je bent echt een leuke toevoeging aan het team. En jij ook inmiddels, René. Goed bezig allemaal aan beterschap aan Savannah. Maar waren jullie met z'n tweeën vorige week. Oh, tweeën, ja. Kan er een lach van Gina haar compilatie worden gemaakt? Nou, doe dat gewoon, trekvogel 88. Ja, kijk jasje rooien. Ja, je zag er lekker flits uit. Dank je. Is de OnePlus al weggegeven? Ja. Vet. Denk ik, gok ik. Ik weet het ook niet. Schudt hij? Ja! Hey! Aan wie? Gijs! Gefeliciteerd met je nieuwe telefoon. Ja. Mede mogelijk gemaakt door OnePlus. Ik denk Gijs stelt het enorm op prijs. Tering. Victor Wonka! Dat ken ik wel. Victor Wonka!
Free Jay Money. Ja, maar deze is wel echt lekker hoor, deze. Deze gast is 11. Fuck you, Nico! Oh! Tja. Hij mag wel harder ook nog, denk ik. Fuck you, Nico! Wat een kutkind, hè? Ja. Oh, jongen. Het is wel dat zo, jonge mannen met zulke grote schoenen en rood haar, weet je wel. We hebben ook veel energie in ons. En we voelen ons ook benadeeld door de wereld. En in een hoekje gedrukt. Nou, ik vind 5 minuten voor deze mevrouw. Ja, vind gewoon ik ook. Goed gedaan. Wie niet luisteren wil, moet voelen. Even met de harde hand. Hij had er ook nog in het gezicht kunnen spugen. Dus goed ingehouden. 4 reten. Hoi, ik ben Char. En dit is hoe ik skateboard. Vamos! Pals. Huh? Hoe kan je dat zien? Vamos. Estupendo. Wat knap. 4 reten. Maar is hij, wel echt blind? En maar kijk, hij stopt nu ook op tijd. Yeah. Zie je dat op het laatst? Hij stopt op tijd. Misschien reed hij ze. Hij heeft ze gehoord. 1 of 5 reden, hij ziet het toch niet. Ja, ik vind het in al die heftige vechtfilmpjes en zo wel leuk en sympathiek om dit even te zien. Dat het mij uiteindelijk lukt. Ja, inderdaad. Positieve noot. Hoi, ik ben Charda en ik ben bijna blind en zo kan ik echt skiën. Charda kan skiën, ja! Nu wordt het helemaal mooi. Dit is zo'n fantastisch gevoel. Een vrijheidsgevoel. En ja, ik heb toch geen idee waar ik beland, dus ik doe maar wat. En ik hoor gewoon wanneer ik een bochtje moet maken. En dan is het gewoon puur vertrouwen. Woo! Maar ze kan het hartstikke goed. Maar waarom knalt ze niet tegen mensen aan? Wanneer weet je dan hoe je moet stoppen? Hoi, ik ben Charda en ik ben bijna blind. En zo kan ik echt skiën. Ja. Kun je nog één Charda'tje doen? Hoi, ik ben Charda en ik ben bijna blind. En zo kan ik echt skiën. Woe! Ah! Oh! Oh! Ja. Nee! Shit. De dikke BMW als een soort Wilhelmscream. Maar serieus, Charda, hoe stop je? Of is het zo'n kinderpiste en gaat hij aan het einde vanzelf een beetje omhoog of zo? Of hoe werkt dit? Hoi, ik ben Charda en ik ben bijna blind. En zo eet ik mosselen. Alles wat je mag eten met je handen is voor mij 10 keer chiller. Dus wat doe ik? Ik heb hier zo'n mossel en daar kan je dus mee duwen als het goed is. En dan voel ik gewoon waar dat die mossel zit. En dan grijp ik hem. Zo. En dan... Ik denk dat zij ook heel goed je prostaat kan masseren. Ja. Klaas is het met me eens. 5 reten. Dat is ook het eerste waar ik aan dacht. Nee, maar hij zit het al. Ja, zo? We waren zo lekker op weg. Ja. Dit zag ik ook niet aankomen. Ik denk, zij zou er nog niet aankomen. Oh nee. Maar ik vind die compilaties leuk. Dat vind ik wel 4 reten. Eens. Al voor het werk, weet je? Voor die videofocus. En het leuke is dat Charda het zelf ook heel erg kan waarderen, die videofocus. Ja. Dus dus dat vind ik wel. Misschien omdat ze niet kan zien, maar. Yes. Yes. Maar het is toch ook niet super slim om hier dit glas te doen? Ja, dat snap ik ook niet. Want ook 1 keer die bal er had tegenaan, gaat hij er ook doorheen. Maar waarom padelt iedereen tegenwoordig? Dat is denk ik cool. Nou, maar ik denk wel dat het is. Ik denk echt dat het is. Dat is cool. Dat de verklaring is. Nee, maar niet per se dat het nou enorm cool is, maar het wordt cool gevonden. Maar dat gaat ook weer weg. Dan moeten al die banen moeten weer... Ja. Want je hebt helemaal buurten die zijn in opstand tegen padelbanen, omdat het lawaai maakt. Ja joh, heel goed doe. Nee. Maar dan komt er weer een andere hype. Galan. Una vez más, Nico, vaya bolazo. Bats, ole, bro. Galán. Una vez más, Nico, vaya bolazo, se ha comido. Ole, bro. Va a entrar el fisio a pista, que así lo pide Chisco García. Qué dolor, eh. Uf. Kijk dan, 4 mannen ook omheen. Je voelt helemaal die pijn zo helemaal naar je onderbuik, gaat het dan zo? Oh. Qué mala suerte, mira, Seba, eh. Sí, porque... Oh, hey, cabrón. Ik denk dat hij hier een flinke blauwe dop aan over had. Je voelt hem een klein beetje. Hè? Ja. Een blauwe dop. Wist je dat het Belgisch is voor... Wat zei hij nou? Ik zit in de dop. Ah, nee, ik zit in de dop. Dat is
Ik ben werkloos. Oh. Ik ben Maurice, ik ben 29 jaar, ik woon in Zavelbeer en ik sta op de Dop. Op de Dop? Ah, dat is voor jullie Nederlandstaligen misschien. Ik heb een werkloosheidskering. Dit is het typetje. Ja, hij is nog in character. Ja, oh, dat snap ik. Ja, precies. Ik dacht even, is hij een echte biel of is hij een niet biel? Nee, hij is eigenlijk heel slim. Maar dat mogen we eigenlijk niet zeggen van hem. Oh, wat? Dit. Oh. Even een waarschuwing voor de gevoelige kijkers. Het wordt nu heel veel vies. Ah, nee. Oh, dit vind ik heerlijk. Nee, dat vind ik voor zieke geest. Dat kan niet. Oh, dat vind ik heerlijk. Serieus, echt. Die was echt lekker. Ja? Ja, die was echt lekker. Nee, maar ik ben echt zo'n Dr. Pimpelpop kijker. Ja, ik kan ook echt voor het slapen gaan, kan ik dit soort filmpjes heerlijk. Maar wat vind je daar zo lekker aan? Ook bij dieren. Je hebt van die koeien, of zo, die hebben zo'n soort absces aan hun. En dan doen ze dan even zo'n klein mesje in. Ik moet toch plassen. Dan komt het gewoon hier. Kijk deze, dit. Oh my god, that's so much. Yeah. You're doing a little bit of sex. So part of it. Oh my god, look at that. Oh my god. Oh. Ik wil het echt niet zien. Gadverdamme, kijk. Dit is echt super rot. Ik ben verslagen door Klaas. Ik kan niet meer. Oh nee. Oh, te erg. Ja, doe het! Je kunt het! Hij gaat de kaas strippen! Ja, maar nu ben ik echt wel een beetje misselijk. Ja, nou is die misselijk hoor. Oh. Zo, dan zit ik soms te klagen over hooikoorts. Dit is echt wel... Ah, jongens. Ja, dit ook? Dit kijk ik ook! Ik ga dit koffie halen. Dit kijk ik ook helemaal. There's a cavity in there. And just look at what it's full of. Ja, maar dat komt meestal door een... Jongens. Dat komt vaak door een steentje wat erin zit. En dat gaat ontsteken. You see the problem in situations like this. Ja, dat moet toch opluchten, hè? Wat is dit? Een hoef. Van een koe. Kijk, dit wordt een opluchting. Nou, dit is precies wat ik allemaal kijk, jongens. Oh. Waarom heb ik dit? Wat is dit in mij? Ik weet niet. Wat is dit? Oh, een oor. Ik vind het fijn dat jullie dit zo doppushen. Zo. Je krijgt gewoon een trekkende puddingbroodje als je dit ziet. Leg het uit. Er is iets wat weg moet. Ja. En dit is de oplossing. Snap je? Ja, maar ik begrijp. Je doet een pijn in je oor en het wordt weggehaald in die. Ik snap dat die persoon dat voelt. Maar wat als je dan. Dat verklaart niet waarom het leuk is toch om naar te kijken. Je hebt hele groepen mensen die het fantastisch vinden. Ja, ik hoor daarbij. Oké, nou. Zullen we naar een volgende categorie gaan? Ik begin hier een beetje onpasselijk van te worden. Bedankt. Bedankt voor dit. Vijf reten, zeg ik. Ja. Ja. Nee, is goed. Gaan we weer normaal doen? Ja. Oké. Okay. Vet. Just so sick, it's perfect. It's like... Oh my god. Hey, ze lacht er zelf het hardst om. Perfect. It's like... Ja, dit vind ik minder vies. Dit vind ik ook minder vies. Als je heel veel ruft te laten, dan moet je minder eiwitten gaan eten. Oké. Okay. Of bonen toch? Bonen? Het zijn eiwitten. Bonen, er zit heel veel eiwitten in bonen ook. Bruine bonen. En haar lach maakt het af. 4,5 reet. 4,5 scheet. Dood. Fuck! Je vuur is iets te heet. Wat is dat? Fuck!
Dit is waarom ik een airfryer heb. Ja, heb ik ook. Ik ook. Het is en die frikandelletjes uit de airfryer zijn echt wel lekker, vind ik. Niet alles... Wat? Ja, vind ik leuk. Ja, ja, maar niet alles is lekker uit... Nee. Maar gewoon uit dat ook. Gewoon... Zoete aardappelfrietjes zijn echt lekker. Ja? Oh, die ga ik vanavond dan. Ja, moet je echt... Ja. Echt. Dat vind ik echt niet. Dat vind ik zo weeg. Ik heb gisteren zelf kipsalon gemaakt. Wat? Kipsalon. Ja, je koopt dus gewoon friet, airfryer, ja? Doe je in een ovenschaaltje. Ja? Dan heb je bij de Albert Heijn heb je zeg maar gewoon echt van het dunner vlees. Ja. Dus hoef je niks meer te doen aan kruiden, al die shit. Flik je erop, kaas erop. Klaar. Nou, perfect. Nou, lekker zeg. Goeie tip, jongens. Goeie tips, hè? Maak het zelf. Culinair hoogstandje. Lieve kaas, enorm bedankt dat je er was, want je bent vroeg opgestaan. Ja. Oh. Alle hele radioshow lopen knallen en nu toch zit je bij ons op de bank. En dat is echt wat mega graag geapprecieerd. Dank je wel. Klaas, leuk dat je er was. Groeten aan Wietse. Ja, zou ik doen. Ja. Tot volgende week. Doei. Dag. Dag. De verdreden! Oh. Weet je wat? Oh ja, dat heb ik al verteld. Dat ik hier binnenkwam, het had heel wat geregend. Ik volop op mijn plaat. Hoe is het eigenlijk met je Sylvana? En toen kwam... En toen, is ze dronken of niet? Deze is vorige week aangereden. En oh echt? Ja. En er staat nu een geel bordje, pas op, het is glad. Maar je viel nu op je hoofd open. Op mijn knietjes. Oh, oké. Je ziet het niet. Op mijn knietjes. Oh, no, hier. Zie je het? Ja. 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 Goeiedag, wel ja.